De scheepsbel van marineschip Hare Majesteit Willemstad heeft tijdelijk een plek in het arsenaal in Willemstad. Het schip gaat de revisie in. Wat gaat er gebeuren? We hebben nu apparatuur die bestaat al ongeveer dik 20, 25 jaar. Dus nu komt er gewoon met de hedendaagse technieken komt er weer een nieuw apparatuur aan boord. Traditiegetrouw wordt de bel gedurende die periode ondergebracht in de stad waar het schip naar vernoemd is. De scheepsbel is overhandigd aan de 97-jarige mevrouw Groen, die 20 jaar geleden het marineschip doopte. Eerst wilde ik het niet doen, maar toen dacht ik, mijn grootvader, mijn vader en mijn oom, ze zijn allemaal bij de marine geweest. En dan vonden ze het misschien wel leuk als ik het ook deed. De scheepsbel blijft minstens 12 maanden in Willemstad.